Vanuit het Gelredome in Arnhem voor een van de meest beladen wedstrijden in de Eredivisie. Vitesse NEC. En er wordt genoeg sfeer omheen gecreëerd, in ieder geval ook door de supporters. Veel kritiek kreeg, met name Hofs was niet al te enthousiast over het fluiten van Vitesse. Claudemier. Verhaag. Die er ook meteen fel in gaat. Hetzelfde geldt voor Bouazan. Claudemier loopt zich dan vast op El Afshaoui. Nou, dat is de start waardoor het publiek er in ieder geval... Claudemier gaat maar weer eens kijken bij daar balbezit voor NEC zo in het eerste kwartier. Is dat ongelukkig? Jonker. Bij de trap. En hier is op gestudeerd door Vitesse. Er zijn een hoop varianten zodra ze de bal aangespeeld krijgen. Verhaag. Slordig. Havits ook. Hij speelt het ongelukkig tot nu toe. Schöne, ook niet echt lekker uitverdedigd dit. Sansoni. Kort 1-2 met Hofs. Siebum. Die wilde veel ballen. Hofs moet wel eerder bij de bal dan Kiefhoeven. Van Wolfswinkel. Claudemier. Hofs. Goeie combinatie, maar de bal net iets te veel naar binnen. Waardoor Pothuizen nog op blok kan zetten. Arm in arm weer aan de slag. De Pothuis is weer terug. Claudemier. Handig gedaan van Wolfswinkel. Komt de achterlijn. Pothuizen als centrale verdediger. Die toch ook niet heel veel wedstrijden heeft gespeeld tot nu toe dit seizoen. Vitesse kan amper een kans creëren. Claudemier op snelheid tegenover Davids. Kan flink weggooien. Gaat richting strafschopstip. Van Wolfswinkel al teruggefloten voor het duwtje. Kunnen zeggen. Jonker. Claudemier. Van Wolfswinkel. Van der Struik. Hofs. Verhaag mee. Goed gezien door Claudemier. Het schot met links is hard. Gaat toch wel een paar meter naast. Jonker. Het is een inworp, maar met de Claudemier is dat al snel vergelijkbaar met een hoekschop. Je krijgt hem echt wel voor het doel. Mag nog eens gooien. Nu kort en snel naar Verhaag. Claudemier. Hofs. Verhaag mee. Hofs.
Bouhouzan. Hij wil langs twee man, dat lukt niet. En dan is er ruimte voor Vitesse op rechts bij Verhaag. Een vrije trap gegeven. En dan gaat Kivuvu hier een klein standje krijgen. Omdat hij de bal nog wegtrapt nadat hij al gehoord heeft dat Verhaag. We hebben al een paar voor het doel die de bal willen hebben. Hofs. Nog eens. Dan het schot van wel heel ver. Laudermeer lijkt de bal weer te hebben. Uiteindelijk heeft hij hem ook. Stefanovic. Goed. Van Wolfswinkel naar de eerste paal. Daarachter is Hofs. Die kopt. Ja. Dat is niet zijn specialiteit, zou ik maar zeggen. Het is sowieso niet de specialiteit van Vitesse. De enige club in de Eredivisie die nog geen doelpunt heeft gemaakt met het hoofd dit seizoen. Dat is nog net nuttig. Dat was Bouhouzan zeer gevaarlijk geworden. Nu valt dat wel mee. Woudemir niet voorbij El Akshawi. Sansoni heeft een aardig schot. En doet het dan heel leep. En de omhaal is wel aardig, maar het is al buitenspel. Dus het ziet er wel spectaculair uit. Maar als kans mag je dit niet meetellen. Zeker ook omdat het niet een meter buitenspel is. Voor het schot van Claudemier. En dat is goed. Babels. Lekker uithaal van Claudemier. Wel eens een beetje onder zich heeft. Niet echt lekker positie voor een uithaal zou je zeggen. Maar hij doet het goed. Moeizame redding voor de keeper. Op de trap. Claudemier van afstand, maar toch alle moeite nog voor Babels. Dan op de poging van Jenner heeft hij het wat makkelijker. Terwijl hij toch echt van dichterbij aan mag leggen. Kunnen nu ook. Drie minuten extra, minimaal. Snijders. Goeie voorzet. Hoekschop. Het kan nog altijd. Dus meldt Prokkel zich maar weer. En Sansoni. Die er nog eens in kan koppen voor het doel. Weer Burg zorgt die weghaalt bij de eerste paal. Snijders. Oh, dit was zijn kans toch wel. Moeilijk. En dan wil hij het mooi doen. En mist hij de bal volledig. Maar wat staat hij daar toch weer vrij om uit te halen. En vraagt bijvoorbeeld Sprokkel om naar voren te komen. Die blijft toch maar achterin. Voor weer zo'n monster in voor van Claudemier. Een halve minuut nog. Pakt Vitesse de winst. Claudemier. Nu met de voeten. Hard en oh, net voor langs gekopt. Bijna de winst. Maar het is Dalibor Stevanovic niet gegund. De debutant heeft een paar goede kansen gehad, maar dichterbij dan dit is Vitesse niet geweest. Het is de laatste kans van de wedstrijd. En omdat hij voorlangs komt, eindigt het in 0-0. Vitesse, de meeste, de beste kansen. De ploeg die de winst ook het meest had verdiend. Maar hij scoorde niet. Nog even de statistieken. Kijk alleen al naar het aantal.